Hey jongens, welkom bij een nieuwe vlog en het is nu officieel december, wat betekent dat ik er ten eerste niet uitzie. Ten tweede dat het vlogmas is. Iedereen doet het natuurlijk, ik begin ook lekker mijn kersttrui. Oh my god, eerste keer dat ik hem aan heb dit jaar. Heel veel mensen doen dit en er zijn heel veel varianten erop. Mijn leven is te druk om het dagelijks te doen, maar ik probeer gewoon zoveel mogelijk. Ik probeer gewoon dagelijks te vloggen en als het niet lukt probeer ik iets anders te filmen. Maar ik verwerk het gewoon in 2 video's per week. Dus dat is wat je van me kan verwachten deze maand. En ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Dus dan vlog ik wel dagelijks, behalve de dagen die dus echt niet interessant zijn. Ik heb gewoon make-up op of iets in de richting. Dus ik zie er echt weer even fantastisch uit. We gaan even deze vlog beginnen met, zoals je misschien wel opvalt, is mijn haar donkerder. Ik heb het geverfd met tijdelijke verf. Dit moest ik doen voor Water the Arts. Ik was sowieso al voor na aan het denken om te doen. Ik ga even de situatie schetsen. Ik wilde vroeger super graag mijn haar deze kleur verven. En toen deed ik het nooit, omdat het niet mocht. En toen heb ik een keer mijn haar balayage geverfd. En daarna is het gewoon helemaal uitgegroeid. En toen was het gewoon weer mijn eigen haar. En toen had ik weer zin in iets nieuws. En toen zag ik dat een meisje van mijn vooropleiding haar bruin had geverfd met tijdelijke verf. Toen dacht ik, oh, dat is ook wel grappig. Dus ik had er een beetje over na te denken van, oh, dat kan ik best wel doen. En toen had ik het er met mijn zus over. En toen was het gewoon, oh ja, het is anders Water the Arts doen, laten we het lot bepalen. En toen hebben we onder 15 hetzelfde cijfer gedaan, dus het moest zo zijn. Ik ga het later nog wel een keer beter laten zien, maar ik ga in ieder geval wel nu het proces laten zien van hoe het is gebeurd. En dit is al eerder deze week gebeurd, alleen ik wilde het wel graag filmen en erin stoppen. Oké, de verf is officieel gekocht. Thank you very much, sister. Voor een challenge! Zieke challenge! Dit is waarom je geen, hoe heet het ook weer? Geen, Water the Arts moet spelen. Ja, maar ja, aan de andere kant, ik vind het ook niet heel erg. Perfect glass color. Zonder harmonie, ik houd het 8 weken. Met een hydraterend masker met jojoba. Dan weet je dat je goed zit. Er was ook nog een donkere kleur, maar ik dacht dat is misschien net iets te heftig. Straks krijg ik zwart haar. Laten we dat even niet gaan doen. En het mooiste van alles was... Ja, waarom heb ik het koud? Het mooiste van alles, hij was afgeprijsd voor maar 5 euro. Ontdek het gloss color geheim. Ja, zo. Maar ik dacht echt van ja, boeien. Ik stond in de kruidvat of de etels. Ik dacht, er is helemaal niet zoveel verschil tussen deze en die van L'Oreal in de reviews. Ik dacht, nou, dikke vette boeien, ga ik niet 7 euro meer betalen. Het ziet er echt fucking donker uit, man. Dit komt door het licht. Maar dit was nog de middenkleur, dat was nog donkerder. Maar om heel eerlijk te zijn zie ik echt geen verschil tussen die pakketjes. Dus ik denk dat je ook gewoon een beetje maar op de namen uit moet gaan. Ik heb wel op reviews gelezen dat het vaak donkerder uitpakt. Dus daarom heb ik juist de middenkleur gekozen. Niet de nog donkerdere kleur. Dat was ook nog lichter, maar dat dacht ik, dat heeft waarschijnlijk helemaal geen zin. Kan je niet gewoon goochelen van... Goochelen voor dan? Ja, goochelen. Zal ik het eens opzoeken? Ja, doe eens. Nou, het is ook nog eens van Swarovski, dus dat is hartstikke prima. Even kijken. Nou, gelukkig ben ik naar... hoe heet die nou? Gelukkig ben ik naar Ethos gegaan, want daar was hij 2 euro goedkoper. Dus dan weet je wel dat je goed zit. Even kijken of er een review is, video's. Zo vaak ben je chemie op die haren. Laat ik dan maar even niet gaan kijken. Nee. Er zijn niet echt heel veel reviews. Kan je niet echt een foto of zo? Nou. Goochele afbeeldingen. Misschien zonder de 400, gewoon review. Zij heeft met pure chocola. Zie, dat was de nog donkerdere. Dankjewel, Petra. Oh, chill. Goeie foto's. God, oranje. Vooral oranje. Oh. Dat valt best mee. Nee, het is heel donker. Ik vind dit er lichter uitzien dan dat, op de een of andere manier. Ja, maar misschien komt dat door licht en door de foto's. Ja, dat kan. I don't know. Oké, ondanks dat ik eigenlijk net had besloten om dit later te gaan doen, hebben Tess en ik nu weer besloten om het gewoon nu te doen. En die hele allergietest die erop staat gewoon volledig te skippen. Dus we gaan dit haar eens eventjes een andere kleur geven. Als jullie trouwens denken wat voor spaceship hebben jullie als kat. Ze heeft net een operatie gehad aan haar oor. Wel zielig, ze had een tumortje in haar oor. En die had ze al eerder, maar nu heeft ze er weer een.
Alleen onze kat is natuurlijk hartstikke aanhankelijk. Ja, bedoel, sorry, kijk dit even. Gewoon, het is echt even absurd. Ik hoor dit gesnoer gewoon letterlijk. Ze zat gewoon, Tess zat gewoon net op mijn bed daar. En Prim, die ging gewoon zo op haar zitten. En Tess is gewoon opgestaan. En dit is wat er is gebeurd. Zo ziek. Deze kat is echt helemaal gek geworden. Oké, ik heb even alles uitgedaan wat niet vies mocht worden. Oké, ik ga alles meenemen naar beneden. En nu gaat het geweldige proces beginnen. Ik sta niet schaam. Oké, het gehak op de achtergrond is Tessa. Ik sta in de keuken. Dat is wel de manier, maar de plek waarop je dit moet doen. Oké, stap 1. Giet de inhoud van de kleurcreme in de applicatieflacon met... Nou, volgens mij moet je alles gewoon in een flacon zien. Meanwhile zit Prim nog steeds op Tessa's nek. Yay, wat ben je trouwens aan het maken, Tess? Rookkool met rookworst voor mama. Een Griekse rondo voor jou. Oh. Een beetje courgette. En frietjes. Frietjes? Ja, I love it. Restjes, alles prima deal. Dan moet ik deze... Nu in, omdat het nu donker is, lijkt mijn haar heel donker. Dat is wel kuttig. Ook het eindresultaat het voor en after niet goed doen. Maar boeien, jullie weten hoe ik eruit... Ja, maar iedereen weet hoe ik eruit zag met mijn eerdere haar, dus... Dan gaan we dus dit er nu in doen. God, nu wordt het opeens heel echt allemaal. What the fuck, deze shit is oranje. Waarom is oranje? Fucking scary dit. Dit is fucking eng, Tess. Maar weet je, ik moet ook niet zo zeuren, want het is temporary. Kijk, als ik nou hierdoor mijn haar permanent had moeten verven... Dan was het wel fucking eng geweest. Dan had ik denk ik ook niet het nu zo random gedaan. En ten tweede had ik het niet gewoon gedaan door what are the odds. De kleur van het mengsel komt niet overeen met het uiteindelijke resultaat. Dus Tess, ik krijg geen oranje haar. Ja, dat is dat even chill? Het licht hier is nog beter dan in andere plekken. Dat wordt wel leuk aan Vlogmas dit jaar. Dat ik dus er de hele tijd gewoon in het donker zou gaan vloggen. She's here to help me. OMG. Fucking spannend dit. God. Ik bedacht dat het misschien wel slim zou zijn om een handdoekje aan eromheen te doen. Aangezien ik net vol verf in mijn nek kreeg door het geweldige werk van Tessa Heemskerk. Grapje. You're doing amazing, sweetie. Oh my god, you guys. We are done. Oké. Nou. Nu gaat dus nog even nadosseren. And I honestly don't mind. En dan moet het er... Volgens mij 20 minuten in. Oké, het is een aantal uur later. En we zijn... op dit punt nu. En het ziet er best wel donker uit. Allemaal op camera lijkt het gewoon zwart. Maar het moet gewoon nog opdrogen. Alleen, nee. Oké, jongens, het is de volgende ochtend. Ik heb me verslapen, dus we gaan er niet iets langs van maken. En, nou, je hebt sowieso niks aan het licht, maar... Dit is uitgestaan. Ik wilde gewoon even deze situatie filmen. Oké, wacht. Ze gaat letterlijk zo op mij zitten. Als ik opsta, het boeit er niet. Ik doe letterlijk niks. Ah, but she's so cute, you know. Ah, I can't resist this kitty. Nou jongens, it's a hard knock life. Over 2 dagen inleveren. Helemaal kut dit. Goedjes. Oh. Je suis dit. Het is nu 11:50 en ik ga denk ik tot 12:00 door. Want anders ben ik morgen echt een kreng. Maar ik heb een hoofdpijn. En dan komt denk ik gewoon dat ik te veel naar het scherm heb lopen kijken. Maar... ik heb zo'n hoofdpijn. Ik heb ook echt niks gedronken. Ook echt slim. Komi. Nog maar even doorbijten. We zijn er bijna. En dan gaan we nu verder met 1 december. En het is jammer, want ik was mijn vlogcamera vergeten. Goedemorgen, jongens. Eventjes skeren iPhone kwaliteit. Want ik ben mijn camera vergeten. Echt goed begin van vlogmas dit.
Ik ben even mijn fietsje aan het wegzetten. Hij is eindelijk gemaakt, gisteren ziek chill. En ik loop nu naar de bushalte. Want ik ga met de bus vandaag naar school. Ik heb echt de nacht van mijn leven gehad, of nee, toch niet. Ik heb echt ziek slecht geslapen door PWS. Gewoon, ik merk dat de stress, dat ik daar gewoon echt niet goed van in slaap was. En daarna ga ik ook gewoon later naar bed dan dat ik in eerste instantie wilde. Dus, oké. Moet je op de vlog snoepen? Hiermee kan ik wel makkelijk inzoomen. Ga dan. Deze op de vlug. Waarnaar is dat? Op het. Zeg maar dicht. Mag. Al die boys, ja, ze willen mee. Ja, maar dat gaat niet zo makkelijk. Ik moest even inkomen hoor. Want daar ben ik te praten. Ik laat die haters huilen. Met een smile op mijn selfie. PWS-stress. Thuis een uur later zit er nog steeds. Sushi night met de meiden. Waarom nu? Ja. Je kan het ook nemen. Ik wil helemaal niet op YouTube. YouTube. Laat mij, we hebben het zelf gemaakt. Aan mijn telefoon vooruit. Nou, dat soort dingen. Oké, update. Me and the girls are just having a comfortable night in. Nou ja, niet echt meer, want we gaan nu eventjes naar vrienden van ons die hier echt super dichtbij wonen. Appetij. How fashionable. Ik ga zo slecht op deze iPhone kwaliteit. Kill me. Ja man, ga ik gewoon ingooien. Maar ja, vrienden van ons die wonen hier echt ziek dichtbij in dit achterlijke dorp in... Ja, ja, ik bedoel... gewoon neer. Het achterlijke dorp in NL. En ze hebben... It's called... Nee, het gaan we niet zeggen, want we moeten... Nederland is een HR, wie het kan ontzettend is cool. Dus we gaan daar eventjes heen. In onze jogging setje. Dus, are we fashionable or are we fashionable? Hij is ook, ook als we staat schrikken, weet je wel. Zo is called hobo fashion. Ik weet niet meer. Oh. I want to wat is het? Een muis? Nee, waar is een muis? Oh my god, ik haat die beesten. Nou, mooi maar terugkomen naar deze, naar dit gat hier in Nederland. Oh my god. Hier. Waar is hij, waar is hij, waar is hij? Waar? Waar? Alsof ik hem nu kan zien, Laten we gaan zoeken. Gusje. Oh my god, straks rent hij naar binnen. Straks rent hij gewoon hier. Hij liet er links in de kast. Oh nee, ik ben gewoon... Oh, ik dacht dat ik... Oh, mijn fucking hand. Ik dacht dat ik hoorde... Oh, nee. Nee, er was hier een muis. Kuthuis. Oh, kuthuurtje. Okay. Let's get the fuck out of here. Okay, nu is mijn hele Essen... In ieder geval, Fransje wilde graag een Essen naar de slof doen. Look at me slof! In ieder geval, we zijn allemaal een heel klein beetje futloos gezien. Gaan gewoon dus het feit dat... Heb je mijn telefoon gezien? Nee. Gezien het feit dat wij dus net uit een super drukke periode vol met PWS-stress komen. Dus we gaan gewoon even snel hooi zetten. En daarna gaan we onze ogen toe doen. Dat is de update van deze avond. Besef hoe klein onze rading is dat we zeg maar even snel hooi kunnen zeggen. Nou, we zijn in de wildernis. Het is fucking mistig. Ik weet ook niet. Al dit wat je hiervoor ziet is de mist. Het is echt een soort van Riverdale scène. En je had het beter kunnen zien als mijn vlog. Nou, dit is wel echt een soort van late night adventures met de meiden. Kijk hoe mis. Het is echt, je ziet letterlijk gewoon. Hoe eng het was? Geen één fucking zin. Moet jij ook filmen, Effie? Ja, doe maar. Hey. Maar soms wil ik ook terugfietsen met jou. En dan. The baby is cool. Zullen we ook het moment filmen dat we hier dus verrassen? Ja, weet je wel. Stel, we komen hem nu op straat tegen. Kijk, zo klein is dit fucking. Kijk, gewoon het licht hierin. Ja, maar je kunt het niet eens zien. Nee, maar je ziet het wel op film dat het zeg maar schemert. Ja, dat is creepy. Alles mag. Gouden. Gouden. Oh god, chocola. Ja? Neil, door even. Wat doe je? Dit is zo hard, hallo! Dit is gewoon in huis! En nu stop ik even, Je hebt mij al lang gezien, jongens. Echt al lang.
Prank kill! Prank! Wat? Ziek gezellig. Ziek gezellig. Jongens, wie is aan de beurt? Ik weet al wat het is. Doe het gewoon vooral bastels. Nee. Oh, ga maar. Huh. Ja, term tevoorschijn. Oké, ja, ga. Nee, dat weet je nog. Ik vind het niet zo'n woord van Bas. Jawel, papa. Ja, Bas zegt letterlijk wel. Why me? Ja, why are we doing this? Why not? Pardon? Het is Amerikaans. What do you mean? What are you doing? Het eerste woord, het tweede woord, het derde woord. Hij gaat met haar. Oh ja. Hair. Zij is van zo'n kinderprogramma. Wat is dat ook leuk? Oh, ja, uiteindelijk is dat een vier? Girls at Girls California. What the girls at, where them girls at. I got it. Hoi allemaal. Nog steeds op mijn telefoon. Ik loop nu in Niels Spookdorp, als ik het zo mag noemen, rond. Het is nu 7:30. En ik pak zo de trein naar mijn voorbereiding. Ik merk dat een beetje aan het einde van mijn energie zit ondertussen. Want ik heb op zich vannacht best wel prima geslapen. Alleen de avond daarvoor niet zo, de avond daarvoor niet zo. Dus dat is gewoon een beetje... Ja, op een gegeven moment kijk dat er dan toch een beetje in, merk ik. Maar ik ben sowieso altijd wel gewoon een beetje moe op de zaterdagochtend. Want dan heb je er al zo'n week op zitten. En dan heb je nog een extra dag school. Maar ik heb er wel echt zin in. Dus dat is leuk. En dan is dat even het einde van deze vlog. Ik heb me een beetje doorheen proberen te praten. Ik eindigde dan een stijl. Ik ben op dit moment echt fucking moe. En ik denk dat vanavond ga ik niet meer voor de rest vloggen. Zaterdagavond. Verwacht in de maand december ongeveer 2 video's van mij in de week. Waarin ik ga vloggen. Hey Tess. Hi. Tess komt net binnen. Thanks voor het opruimen van de boodschappen. No biggie. I'm a great sister. Oké, nou dankjewel voor het kijken. Doei doei.